Hallo en welkom bij deze video over onze merchandise lijn. Het doel van deze video is dat ik eventjes ga laten zien wat we allemaal hebben aan merch. Maar vooral om je te helpen met de maten. Want het gaat allemaal op pre-order en dat betekent dat je uiteindelijk niet je spullen terug kan retourneren. Want we maken dus alleen maar wat er besteld wordt. Dus het is belangrijk dat je de goede maat hebt. En we hebben matenbellen op de site staan. Maar ik dacht, het is misschien ook wel handig om het gewoon eventjes te zien op een mens. En er nog wat dingen bij te vertellen. Dus dat is het doel van deze video. Laten we beginnen met de shirts. Wat misschien fijn is om te weten is dat ik 1,76 lang ben. Meestal als mensen mij het echt zien dan zeggen, oh, je bent een stuk langer dan ik verwacht had. En Ruud is 1,87. Ja, en ik weeg iets van, ik denk iets van 80 kilo net iets eronder. Maar ja, dat zegt misschien niet zoveel. Ik draag een sport-BH, dus ik heb altijd een beetje platte borsten. Dus ik denk dat daar misschien een beetje info is wat handig is. Verder zijn alle shirts zijn unisex en nu heb ik een M aan. Meestal ben ik een M, zeker van top. Bovenkant ben ik vaak groter omdat ik nog allemaal heupen en billen heb. Maar ik vind M een beetje, het zit al best wel oversized. Dus het blijkt dat ik een S mooi vind. Ga ik ook laten zien hoe een S bij mij zit en hoe een L zit. Maar er staat dus ook een matenbel online waarmee je gewoon zelf even kan meten wat je mooi vindt. Maar dit is dus een M. Alle shirts zijn dus unisex. Die zitten dus allemaal hetzelfde. We hebben alleen allemaal verschillende kleurtjes. Nou kan ik deze M prima dragen, want ik draag het toch altijd een beetje zo. Dit is een beetje hoe ik het draag. En dit is één van onze shirts. Hier staat moestuinadvies op en dat is geborduurd. En de achterkant, daar zit ons logo ook nog groot op. Dus dit is één van de shirts. Dit is hetzelfde shirt, alleen dan in een zwarte kleur. En dit is dus een maat S. En dan zie je meteen dat hij een stukje korter is en een stuk meer aansluit. En zo ziet hij er bijvoorbeeld uit als ik hem helemaal in mijn broek stop. Vind ik altijd leuk met een high denim jeans zoals deze. Dan ziet hij er dus zo uit. Ik ga even erbij laten zien. Ook een mooi geborduurd erop. Dit is dus hoe een S'je eruit ziet. Ik ga alles in een S zelf bestellen. Terwijl ik eigenlijk dacht dat ik een M was. En bij Ruud vind ik een M mooi. Dan zit hij ook wat ruimer. En dan laat ik ook maar meteen eventjes zien hoe een L zit. Dit is dus een L. Dit is dus echt wel heel groot. Maar vind ik dus soms wel fijn als je bijvoorbeeld een broek aan hebt die geen zakken heeft. Of geen kontzakken. Dan valt hij er zo lekker mooi over. Dus ik zal ook wel een paar L's hebben. Dit is echt heel erg oversized op mij, zoals je ziet. Maar dat kan ook een keuze zijn. Dus dan heb je een beetje een idee hoe het zit. En dit is dus een ander shirt. Dit is het shirt met zeldzaam zaadje erop. Deze is gezeefdrukt. Ja, wat moet ik verder nog over dit shirt vertellen? Ik heb geen idee. Dit is hoe het eruit ziet. Zeldzaam zaadje en een L op mij. Dit is weer een ander shirt. Deze kleur heet kaki. Het is gewoon een groene kleur. Maar we hebben dus ook die andere groene kleur. Die Green Bay. Dat is deze kleur die ik als eerste aan had. We hebben twee verschillende soorten kleuren groen. En deze is ook gezeefdrukt, de worteltjes. En op de achterkant, daar staat heel groot op de moestuinclub. En dat is ook een zeefdruk. Dat we nog wel dichterbij komen om te laten zien. En dit shirt heb ik dus ook aan in een S. Dit is ook een S'je. Dit shirt is ook in een andere kleur, namelijk een lavender. En dit is een M, zoals je ziet. Het is weer een stukje groter. En die heeft ook een zeefdruk aan de voorkant. En de mooie print aan de achterkant. Het is op zich niet een kleur die ik zelf denk heel vaak zou dragen. Al moet ik zeggen, de eerste keer dat ik hem aan heb, ik kijk hier even achter de spiegel. Dat is eigenlijk wel leuk. Misschien toch wel. Ik neem mijn woorden terug. Ik vind het eigenlijk wel een hele leuke kleur. Maar het is niet een kleur die ik veel in mijn kast heb. Dus misschien moet ik er gewoon eventjes aan wennen. We hebben in totaal dus 6 verschillende t-shirts. We hebben het zeldzaam zaadje. We hebben de moestuinclub. We hebben een shirt met alleen maar de worteltjes erop. Er staat achter dus ook niks op. En dan zijn de worteltjes voorop geborduurd. We hebben een shirt met dit shirt mag niet vies worden. Zoals deze. Ik heb er trouwens een L aan. Weer lekker groot.
En de worteltjes die komen hier dus op, hier in het midden. Die zitten nu nog hier, maar die komen hier in het midden. Dit is dus echt nog een sample die ik aan heb. Waarvan we hebben besloten dat we nog gaan veranderen. En verder hebben we dan nog het shirt met moestuinadvies voorop. Die is dan geborduurd. En nog de worteltjes voorop die geborduurd zijn. En dan op de achterkant staat dan nog een keer het logo. Dus als je gaat bestellen, dan is het goed om eventjes te kijken welk t-shirt je precies hebt gekozen. Dus je moet kijken naar de kleur. Maar ook naar welke borduring of zeefdruk je erop hebt. Er staat er altijd bij dat het een zeefdruk is of geborduurd is. En waar die precies zit. Maar dan moet je dus wel eventjes goed op letten als je gaat bestellen. En ik dacht dat ik alles eens mooi gewassen en klaar had liggen. Maar ik miste er nog eentje. En die heb ik met de wasmat gevist. Je ziet het ook, hij is helemaal gekreukt. Maar dat is dus de geborduurde. Kijk, er zijn de worteltjes super mooi geborduurd. En op de achterkant staat al het logo. Maar we hebben dus ook de optie met alleen maar de geborduurde worteltjes. En achterop helemaal niets. Mocht je je afvragen nog welke maat het is, het grote shirt. Dit is een L. En dan hebben we nu alle t-shirts gehad. En gaan we door naar de longsleeves. Kijk nou hoe prachtig deze zijn. Het is een S'je. Die zit bij mij weer het mooist. En zoals je ziet is die lekker lang. Hij is echt niet kort. En ik draag hem dan wel altijd een beetje zo. Dat vind ik het mooist. Wat goed is om te weten over de collectie is. We hebben dus Natural Raw in zitten. Het is een heel mooie witje. Er zitten ook een beetje spikkeltjes in. Ik denk dat je het op de camera slecht kan zien. Maar die hadden in eerste instantie hadden natuurlijk ook geborduurde versies. Want we hadden alles hetzelfde getrokken. Maar nu zagen we dat dat niet altijd even mooi is. En ik kan meteen even een voorbeeld laten zien. Dit is namelijk een longsleeve. Die we hadden laten borduren. En zoals je het al een beetje ziet, dan het borduursel drukt zeg maar door. Dus het plaatje wat erachter zit. Dus bij alle andere kleuren is dat niet het geval, maar bij die witte wel. Dus daarom hebben we ervoor gekozen bij alle Natural Raws of wit. Ik noem het wit even voor het gemak. Dat we die allemaal zeefdrukken. Kijk, dus dit is een mooie zeefdruk. En niks daarvan zal dus geborduurd worden. Dus dan zal je ook in de pre-sale en de shop bij elk product zul je dat zien. Dat is dus bij de t-shirt zo, dat is bij de longsleeve zo. Maar ook bij de trui hebben we ervoor gekozen om het niet te borduren. Alleen dus maar te zeefdrukken, omdat je het anders gewoon... Ja, dan zie je het er gewoon een beetje doorheen en dat is niet mooi. Dus daarom hebben we daarvoor gekozen. Dus dit shirt, wat ik nu in mijn hand heb, die komt nooit te koop. Want die, ja, dat is gewoon een sample dat mislukt is. En dit is dus hoe de achterkant eruit ziet. En dit de voorkant, echt super mooi. Dan naar een van mijn favorieten, het zeldzaam zaadje shirt. Dit is een M, maar die heb ik al een keer gewassen. Zoals je ziet, hij wordt wel voor mijn gevoel wel ietsje kleiner. Dus als je twijfelt tussen maten voor de longsleeve. En je houdt wel een beetje, net als ik, gewoon van wat langer. Dan zou ik denk ik toch voor een M kiezen in plaats van, dan in plaats van een S. Maar als je houdt van dat het wat strakker zit, moet je sowieso voor een S gaan als je een beetje hetzelfde lengte en bouw hebt als dat ik heb. Maar kijk dus ook vooral goed naar die maten. Dit is echt een hele coole kleur. En hier het zeldzaam zaadje dus gezeefdrukt. Maar we hebben er dus voor gekozen om hier, ook in het heel klein, misschien had je het al gezien, om ons logo, de worteltjes, om die te borduren op de mouw. Ja, dus dit is wel echt een heel cool shirt. En die hebben we ook weer in 3 kleuren. Die hebben we dus in het wit. Dan hebben we dus, dan is deze gezeefdrukt, omdat het anders weer doorschijnt. En in het zwart, maar dan is het dus wel geborduurd. En op de achterkant staat niks bij dit shirt. Deze hetzelfde als de witte, met gezeefdrukken de worteltjes voorop. En met het logo achterop. Maar deze, die komt er dus ook in het zwart met geborduurde worteltjes. En dan staat er achterop niks. Daar heb ik dus nu geen voorbeeld van. Maar die wordt ook wel heel erg mooi, denk ik. Nou, dat weet ik wel zeker. En het shirt wat ik nu aantrek is hetzelfde shirt, maar dan een M. En dan zie je dus weer dat hij wat langer is. Iets meer ruimte. Nog iets langere mouwen. Ja, ik kan het eigenlijk allemaal aan. Zowel S, M en L kan ik allemaal aan. Alleen ik zou het allemaal net iets anders gebruiken. En S zit dan bij mij gewoon echt wel strakker. Dat ik eerder in mijn broek helemaal dragen voor een avondje uit. Maar de L-shirts en ook van deze is gewoon lekker om bijvoorbeeld ook in de tuin te werken. Of lekker op de bank. Dus je moet gewoon eventjes kijken wat je zelf ook prettig zou vinden. Zo, ik heb weer even mijn eerste shirt aangetrokken. En dan gaan we nu door naar de truien. We hebben er eentje met daarop de
achterkant de moestuinclub. En aan de voorkant zijn dan de worteltjes. Maar die komen dus in het midden van de trui. Die zitten nu nog aan de zijkant van de trui. Ik ga hem even aantrekken. Het is een L. Alle truien zijn een L. Lekker rood zijn die. Echt zo chill aan deze trui. Ze zijn best wel spaar. En ze hebben dus metalen uiteindetjes. Ik vind ze echt super chill. Lange mouwen. Dit is lekker lang. Valt ruim over mijn bil bij een L bij mij. Maar dit is dus een L. En we hebben dus alle maten. Zowel in t-shirt hebben we zwart en wit van XXS tot en met 5XL. En de kleuren van XXS tot en met 3XL. Longsleeve is alles XXS tot en met 3XL. En de trui is het weer hetzelfde. Zwart en wit zijn van XXS tot 5XL. Ik heb dus nu ook een nieuw sample besteld voor de trui. Want deze komen dus in het midden. En dan heb ik dus een 5XL besteld voor mezelf. Dit is 1 keer een L. Het lijkt me gewoon heel erg lekker om te hebben op de bank en zo. Dus ja, dat leek me gewoon lekker om voor mezelf te hebben. Maar dit is dus de achterkant, de moestuinclub. Dit is 1 optie. En deze die zit in de was. En dat is dus ook een L. En er staat moestrui achterop. Precies hetzelfde model, dezelfde kleur, dezelfde maat. Alle worteltjes die zitten dus op het midden. En die zijn dus allemaal gezeefdruk. Tenzij je gaat voor de trui met helemaal geen achterkant erop. Alleen maar de worteltjes. Dan zitten die in het midden. En dan zijn ze geborduurd. Tenzij je dus de witte hebt. Want daar is alles gezeefdruk. Omdat het anders doorschijnt. Dus je moet echt even dus goed kijken wat je aanklikt. Of dat je dadelijk niet iets bestelt. Dat je denkt dat het geborduurd zou zijn. En dan is het gezeefdrukt. Of andersom. Dat zou een beetje zonde zijn. Dan gaan we door naar de vesten. En ik heb hier 2 maten liggen. Een L en een S. De S was in eerste instantie voor Joris bedoeld. Maar die ga ik dragen. Want die is net als de andere. Een M is een klein beetje groot. Kijk, dus dit is hoe een S zit bij mij. Dus echt lang genoeg. Lange mouwen. Mooi geborduurd. Die blijft ook hier zo zitten. Dit is dus een teddy stofje. Hij heeft zakken aan de binnenkant. Is het dit stofje. En dit aan de andere kant. Dit is hoe hij er binnenuit ziet. En hij is heel erg lekker warm. En ik zal ook meteen heel eventjes de L aandoen. Hoe die dan bij mij zit. Het is echt wel een heel stuk groter. Hier verzuipt het al een beetje. Zo. Maar goed, als je daarvan houdt. Kun je natuurlijk ook verkiezen. Kijk, mijn handjes verdwijnen hier zelfs helemaal in. Dit is hoe een L zit. Dan heb ik nog best wel wat ruimte. Ik zal nog een keer de S aandoen. Maar een S is bij mij dus goed getailleerd. En een M is gewoon middelmaat. Maar goed, heeft het ook een M. Dus we moeten zelf ook allemaal nog wat extra maten voor onszelf bestellen. Kijk, dit is een S. Maar net voor welke pasvorm je ook een beetje wil gaan. Heel mooi. Heel blij mee. Ik blijf wel mijn haren aanhangen van onszelf en van Tos. Dat is natuurlijk wel met zo'n teddyjas. En dan hebben we nog 1 item over. En dat is de regenjas. Tada. Ik heb hier een L liggen. Geloof ik. Ja, dit is een L'tje. Die is heel erg groot. De S die hebben we al aan Joris gegeven, want die was voor mij toch wel echt klein. En de M die ligt beneden en die dragen Ruud en ik nu afwisselend. Maar ik moet zeggen dat deze L ook wel heel leuk vind, want het is gewoon echt een oversized regenjas. Ik was een beetje bang dat het misschien een hele dunne stof zou zijn. Dat als het dan regent, dat hij zo helemaal op je huid gaat plakken. Maar ja, we hebben hem al wel in de regen aangehad. Heeft hij nog niet echt gedaan. Dus het stroomt er wel gewoon af. Maar het is wel een heel dun stofje die echt wel op je huid ligt. Ik kan het niet zo heel goed zien misschien. Dus dat is wel even wennen. Want we hadden echt van die regenjassen die, heel, ja, die echt heel dik waren. Dit is wel echt van dat hele dunne stof. Maar ja, het plakt dus niet echt zo helemaal vast aan je huid. Maar dit is de voorkant.
Dit is geen zeefdruk, omdat dat niet kan. Dus dit is dan toch van een soort van plastic is dit gemaakt. En dit is de achterkant. We zijn er zelf wel echt heel erg blij mee. Maar dit is dan wel de minst duurzame productie, omdat dit gewoon toch allemaal plastic is. Misschien weer even de capuchon laten zien. Dit is de capuchon. Er zitten nog touwtjes hier. Aan de onderkant zit ook nog, kijk hier nog een zo'n stoffie. En je hebt natuurlijk hier zakken. Misschien willen mensen dat ook nog zien. Je kan wel zien dat het normaal gesproken niet in mijn werk is om van die shophals te doen. En hier kun je dus ook nog wat strakker mee trekken. Als je zou willen. Ik ga hem even lekker gewoon op laten hangen. Dus ja, dit is de regenjas. In een maat L. En dat was alle kleding. Het enige wat ik nog eventjes wil vertellen is over onze leveranciers. De kleding die komt namelijk van Stanley Stella, een heel duurzaam bedrijf. Ik zal die even hieronder linken. Als je precies wil weten waar het allemaal vandaan komt, hoe ze het maken, welke materialen ze gebruiken, dan kun je dus zelf op je gemakje nalezen. En we werken samen met Groene Was in Nijmegen voor de bedrukking en voor beduren. En ook daar hebben we elke keer de meest duurzame keuze met hun gemaakt. Dus het is ook een duurzaam bedrijf. Die link ik ook even, mocht je het fijn vinden om ook daarin te duiken, dan kun je dat even allemaal nalezen. Mocht je denken, ik vind het helemaal goed zo, ik vind het keileuk, ik vertrouw niet aan Merel dat ze best hebben gedaan om het zo duurzaam mogelijk te doen, ondanks dat we dus nieuwe kleding op de markt brengen, dan zou ik zeggen, shop ze. Kijk even dus goed naar wat het geborduurd is, of zeefdruk is, naar de juiste maat, de juiste kleur. En als je vragen hebt, stel ze vooral. Aan ons, gewoon omdat het deze video is denk ik het makkelijkste. Dan gaan we je helpen. De pre-order die duurt tot 10 juni. Dan gaan we alles aanleveren bij Groene Was, alle aantallen. Dan gaan zij het maken de 2 weken voordat het gemaakt allemaal is. Dan gaan we dus vanaf eind juni gaan we alles versturen vanuit ons eigen magazijn. Dus het duurt nog eventjes voordat het op de mat ligt als je het nu bestelt. Het is wel handig om alleen kleding te bestellen, want als je bijvoorbeeld zaad meestelt of een zaaitray, die komt dan dus ook pas eind juni binnen. Dus dat is niet zo handig als je dat niet wil. En dat was denk ik, dat was alles wat ik wilde vertellen. En ik hoop dat jullie er heel erg van gaan genieten.